Kijk, dit is de Maas. Kijk in de verte de Euromast, de overkant. Bootjes. Zit op Katendrecht. En dit is de locatie waar we straks het verhalenhuis hebben op 8 april. Onze dag over de dragende lichtheid van zorg. Kijk daar in het hoekje, zie je het verhalenhuis. Je komt hier met het bootje aan. Als je van de overkant kan je gewoon een busboot nemen. Daar aan de overkant. Vlak voor de Erasmusbrug bij de Spido. Nou, dan zelfs als je met de fiets komt, kan je met je fiets hier naartoe. Ja. Je ziet het waait lekker. Nou, we vinden het natuurlijk heerlijk als we op 8 april ook zo'n mooie dag hebben. En nou, daar gaan we in ieder geval voor. Ik ga zo meteen jullie het stukje van het verhalenhuis laten zien. En straks krijg je ook wat te zien van Maartje en Anine. Die op de middag een groepje hebben waarin je dingen verder uit kan zoeken rondom dat zorgen. Want dat zorgen, nou ja, dat is toch een beetje een rotwoord hoor. Gelukkig zit er het woord lichtheid in en er zit er het woord dragen in. Ik vind dat wel mooi om te zeggen, zorgen door niet te zorgen. Dat vind ik het betere. Nou, en want daar gaat het natuurlijk over. Want mooi woord ervoor, wederkerigheid. Maar niet om iets terug te doen of om je schuldgevoel. Vanmorgen zei nog iemand tegen mij van, ik moet gaan zorgen. Hoe moet dat nou? Moet ik voor mijn vriendin zorgen? Moet ik voor mezelf zorgen? Voor wie moet ik nou zorgen? Ja, of voor haar of voor mij. En misschien is het wel zo dat als je goed voor jezelf zorgt, dat je daarmee goed voor een ander zorgt. Zou het niet? Nou, we gaan naar het verhaalhuis. Mooi oud gebouw. Art Deco binnenin. Allemaal exposities zijn over Rotterdammers, verhalen van Rotterdammers. Nou, daar voegen wij onze verhalen over zorg aan toe. Op onze eigen manier. En twee dames die me welkom heten en gelijk gaan we in gesprek over hun bijdrage daar en wat ze allemaal meegemaakt hebben en laten een foto zien van hun jeugd. Ze zijn al vanaf hun 13e vriendinnen en zijn nu daar in het verhalenhuis, de vrijwilligers. Maartje en Anine zijn er. En zij zullen vanmiddag een workshop houden of een groepje hebben. Waarbij Maartje een kleine voorproefje geeft over wat ze met mij gedaan heeft. Luister maar. Dat ik niet veel meer doe in de buitenwereld. Je vindt dat je meer moet doen. Dat je niet genoeg doet. Ja. Het gaat over niet genoeg doen. Ja. En dan is de eerste vraag in het onderzoek, weet je zeker dat het waar is? Dat je niet genoeg doet? Ja, verlamming is eigenlijk het beste. Ja, het is mijn hele lichaam verlamd dan. Als ik denk, oh jeetje, wat dan? En dan moet ik mezelf helemaal oppakken om... En als je in die gedachten zit, dan voelt het als een verlamming. Ik moet meer doen, ik moet meer bijdragen. Ja, heel paradoxaal, hè? Dus hoe meer verlamd ik raak. Ik ben genoeg, dat is eigenlijk wel een mooie. Ja, en hoe is die waar? Ja, weet je, het is een hele onpartijdige idee natuurlijk. Want ik ben er. Het is neutraal. Ik ben er. Of ik nou het een doe of het ander, ik ben er. Het doet er eigenlijk niet zoveel toe. Of ik nou dit doe of dat doe, ik ben er. Ja. Dat doet er niet toe. Dat doet er eigenlijk niet toe. Dat schitterende uitspraak. Ja. Anine die zal met ons aanraken, voelen. Dat is waar zij heel goed in is. Kijk maar, met haar handen, met je handen. Hoe zorg je voor jezelf? Hoe zorg je dat jij zelf zo dicht bij jezelf bent en bij je gevoel, dat jij de basis bent van zorg? Nou, dat doet Anine. Kijk maar. Heb jij ook zin om geïnspireerd te zijn door de lente, door verdieping, door opnieuw kijken? Kom dan na de lentedag op 8 april in het verhalenhuis en meld je aan met de site www.springteam.info. Tot dan!